Dag beste kijkers, welkom bij de 28e aflevering van Sassendonk TV. Ans schiet alweer op bezoek in het o zo mooie Westen Olten. Het is tijd voor de receptie van prinses Christel en het omoog eisen van de koninginnenwelter. Goedemorgen is het nog. Wieger, ik hoop dat je nog wel komt, maar we staan hier nou even bij de receptie van Christel. Christel die heeft het eerst beloofd dat we het in de tenten zullen doen, maar het was een beetje slecht weer, zijn ze. Maar het is, je ziet het, is dreuren. Heb je gewoon nou maar in het café. Is ook neer hoor, Batsen. Komt er eens even bij. Want, en ik hoor er helemaal niet van het café. Nee hè, dat had ik al wel gedacht. Maar we hebben nog wel wat te goed voor adjudant. Ik ben benieuwd wat we hebben. Ja, dat zullen we straks wel even zien. Maar, dat is niet voor ons. Ja, jullie mogen ook wel een stukje. Maar wie gaat hem naar binnen toe? Is dat voor tussen de middag? Ga je vast mee? Ja, ik kom even. Nou, kom maar. Ik mag niet op de hey, Batse. De Gordien. Goedemorgen. Het is nog rustig. Hallo. Hans, ik heb de lampen er niet op. De lampen er niet op? Hey. Heb je beeld? Ja. Oh, mooi toch? Ja. En hij heeft goed beeld. Met die donker. Ja. Ik haal hem er maar even af. Ik haal hem erop. Ja, Mikkel Dompie. Oh. Ik zo door. Geert is erg dikke druk geweest om een camera in te pakken tegen de rijen. En kijk nou eens wat die Batse doet. Dan maak jij er weer een zootje. En ik een half uur weer af te kijken. Het is weer hoor. Kan nog zoals u weet, dus hebben wij het uitnodiging gegeven voor onze receptie. Normaal bieden wij nooit iets aan, maar er zat een klein beetje nog iets dwars. En dat wil ik toch even rechtzetten. We zijn bij u geweest om een interviewtje te doen. Uw vader zal regelen dat wij mee konden eten. Nou, dat is helaas niet gelukt. We hebben wel een lekkere bak koffie. Dus bij deze... Ik weet niet of u er meer van wilt eten. Eigenlijk geldt het niet voor adjudant pannenkoek. Oh, je gaat jezelf op eten, maar dan krijg je dan in ieder geval die pannenkoek. Nee, hij is speciaal. Ah, ik vind dat toch wat lekker. Angela, presidente Angela en voor Forstin, Christel. Ik weet niet of u er eentje wilt nuttigen. Nou, dan doen we er nog even een voor presidente Angela. Hij is nog warm. Ze zijn net gebroken. Mag ik beginnen of zal ik hem warm tot iedereen erin hebben? Waar is hij zo weer? Ja, jij begint dus gewoon al. Ja, dat bedoel ik dus. We krijgen uiteraard van ons de medaille. Maar we hebben toch ook nog wat extra. Niet wat? Hebben wij hier voor u ook een extraatje. Dan mag je pannenkoeken. Het valt alleen tegen dat hij hier opstaat. En Batsen die is natuurlijk ook hartstikke goed bezig. We hebben besloten om voor jullie geen pannenkoeken te doen. Er zijn knienbeltjes. Daar hebben we een wortel van gemaakt. Dus jullie krijgen een wortel van ons. Goed voor de lijn. Dat is goed voor de lijn. Dankjewel.
carnavalsvrienden, verenigingen, familie, vrienden. Zonder microfoon moet best lukken met zo'n stem. Nou ja, goed, iedereen is ervan op de hoogte dat wij natuurlijk vanochtend dat eigenlijk bij mij thuis zouden doen. Alles was klaar. Helaas moest dat toch last minute omgezet worden vanwege het weer. Maar ja, volgens mij is niets minder feest en gezelligheid. Dus ik, nou ja, ondanks dit weer en de opkomst wil ik eigenlijk iedereen bedanken dat jullie hier aanwezig zijn. En ik wil graag, nou ja, die zal straks de lucht wel ingaan. Iedereen een goed carnaval wensen. Ja, en ik sluit natuurlijk altijd met iets leuks. En dat wil ik graag met mijn twee kindjes doen. Mijn dochter die ziet het de hele week al thuis. Tess, ga je meedoen? Ja, hier meedoen. Nou, mag jij beginnen? Jij mag het maar op. Met de knuppels maar op. Nou. Voilà. Prins de Eilurbers en stadsprins van Sassendonk groeten nu Alaaf. Gisteren ging de telefoon en werd mij verzocht door president Ronald om wellicht ook nog een woordje tot de geachte aanwezigen te richten. Dat doen wij graag. Weet u wat ons iedere keer opvalt als wij prins Christel, de andere knuppeltjes, haar kinderen, maar eigenlijk alle knienebelters zien, hun ogen glanzen. Ze stralen plezier, liefde, vriendschap en kameraadschap uit. Dat maakt ons jaloers. Hebben wij geen liefde, plezier, vriendschap en kameraadschap dan in onze verenigingen? Jazeker, maar op de een of andere manier glanst hij in uw ogen net iets meer. Hoe komt dat dan? Het enige dat wij konden bedenken was wortels. Alaaf! Knienen houden van wortels. En zoals onze moeder vroeger al zei, als je wortels eet, krijg je mooie ogen. Echt niet, zeiden wij dan. Jawel, zei onze moeder dan, want heb je ooit een konijn met een bril gezien? Wist u trouwens dat de wortels in de 17e eeuw door kruising Oranje werden gekloond, zodat ze zouden passen bij het huis van Oranje? Echt waar, Prins Lollium? Ja, hè? Echt waar? Er zit nog één adjudant. President, kom u er even bij. Zal ik nog even de jeugdhoogheid erbij, zo ik zeg maar. De jeugdhoogheid! Zo. Kijk. De golven wervelden over andere stadsprins. Oh, wat eerst. Ja. Ja hoor. Wiegel, dit was hij weer. Het was een klein uitloopje van 12 naar 1. Maar desalniettemin, niet omheen. De knuppeltjes hebben het goed voor elkaar. We hebben een leuke receptie gehad. Wat ze zien op het ogenblik niet. Ik vond het jammer dat hij er niet bij was, maar dat zal ze redenen hebben. Wiegel. We gaan weer en je ziet ons. Hoi! Hey.